Het is bijna kerst. De tijd van gezelligheid en lekker eten. Wij zijn benieuwd wat de Arnhemmers gaan eten. Nou, hij biefstuk en ik kalkoenpoten. Ik gourmet de eerste kerstdag en de tweede kerstdag ossa's. Ja, gewoon een soort vlees, alleen een biefstuk. Biefstukje? Ja. En waarom biefstuk? Ja, omdat het lekker. Gourmetten natuurlijk. Dat is altijd gezellig en lekker, dus waarom niet? Ik denk varkenshaasjes en dat soort dingen, dat is wel lekker, hè? Of een pepersteekje. Gourmet is wel heel veel vlees, toch, of niet? Ja, maar vlees is wel lekker, dus ja. Wat voor vlees eet je dan zoal? Kip, maar ook varken en koe. Gewoon van alles wat. Bij mijn buurman, we gaan gourmetten. Oh, je gaat lekker bij de buren gourmetten? Ja. En wat doet u in uw pannetje? Vlees, vis, ei? Nee, vlees. Vlees? Ja, vlees. De eerste dag weet ik nog niet, iets simpels, alleen misschien wel zuurkool of zo. En de tweede dag komen vrienden met twee puberjongens. Ja. En dan ga ik een hamburgermenu voor maken. Gourmet. Ja. Lekker gourmetten. Ja, tuurlijk. En wat gaat er dan in de pannetjes? Ja, vlees, vis, van alles. Ja. Lekker vis. En met allerlei soorten groenten, gebakken aardappeltjes, van alles eigenlijk erbij. En wat is de reden dat u vis eet in plaats van vlees? Ja, dat is heel gezond. Gezonder, vind ik. Dus de gezondheid is geen bewuste keuze qua natuur bijvoorbeeld? Ja, misschien ook wel. Ja. Ik hoor veel mensen die vlees eten. Wat vindt u daarvan? Ik vind een stukje vlees wel lekker. Ik eet graag Chinees. U gaat lekker Chinees halen met de kerst? Waarschijnlijk wel, ja. Ja? Ja. En wat dan? Chop choy of... Zoiets, ja. Of bami of nasi of... Lekker Peking eend? Peking. Nou, kan ook wel. Ik denk het niet. Ik denk gewoon bami. Eet u die hele eend in uw eentje op? Dat geloof ik niet. Nee, ik ook niet. Nee. Hey, heeft u enig idee die bami, wat daar dan doorheen zit? Kip. Wat? Kip. Kip, ja. En waar die kip vandaan komt, weet u dat? Er staat geen adres bij. Surinaamse gerechten. Oeh, lekker. Wat is dat precies? Ja, noem het maar op. Heer Heri, chow mein, pindasoep, okensoep, dat soort dingen. Dat heb ik wel zo op, pindasoep. Super lekker. En zit er veel vlees in? Ja, kan. Hangt er maar net af hoe je het klaarmaakt. Kan ook met vis? Nee, dat niet.